Ek dink ons gaan blootgestel word aan aan boerdery boermetodes. Obvious nou op die destydse manier van boer. Ons gaan blootgestel word aan sekere survival skills. Waarmee ons moet klaarkom met minimum wat tot ons beskikking is. En dan is ek van die opinie dat dit gaan baie fun wees. My sterkpunte is my manier van met mense werk, my dissipline en wat ek oor die jare geleer het of aangeleer het in my werkomstandighede. My strategie vir hierdie Plaasjapie competitie is om van die begin af my mede-deelnemers oortendig te analyseer. Hulle swakpunte, hulle sterkpunte en kyk wat ek kan gebruik tot my voordeel en om my verder te vat in die competitie. En dan om maar net te doen wat van my verwacht word, wanneer het van my verwacht word en hoe het van my verwacht word. En dan dit my beste sort te gee. Ek is een teamplayer, maar ook goed in dinge op my eie doen of individuele type van spel. Een van my passies is golf en ek sien dit as een individuele spel. En ek doen goed in golf, maar dit sal deel van my strategie. As het moet verwacht word van my word om deel van die span te wees, definitief sal ek in blank. En as ek moet individuele activiteiten doen, voorsien die probleem daarmee nie. Om leiding te neem en te gee is deel van my werk. Maar ek kan easily tussen die twee rond, jy weet, skakel van die een na die ander. Dit behoort nie vir my probleem te wees nie. Maar ja, ek het myself gesê voor ek begin of toe kom na die competitie toe, ek sal my soldaat wees vir eers by die huis los, vir die gee van bevele en instructies gee en leiding vat en al die goedkies en dan sal ek ek sal dit maar kom neem soos ek die opdracht is as het kom, sal ek maar uitvoer en net minder soldaat wees en net meer myself wees. Marius, baie dankie, sê tot ziens. Moeilik een vanavond. Bitter moeilik. Just, dit is een baie oulike oude. En toch het jy hom uitgestem. Staan op, beweeg voor en toe. Ek sien julle môre. Lekker aand. Geen aardige gevoelens nie. Gedeelte van my begeerte wat altyd daar was, wat boerdery en landbou aan betref, ja, is volvol. Ek voel goed oor myself. Dit wat ek geleer het, dit wat ek achieve het, jy weet die vriendskap bande wat gesluit is, so ek is ywer hooi. Ek kan aangaan.